Dit is een bomhuthotel, een glaskoepelhotel en dit is een mysteryhotel te waarde van 1000 euro. In deze en nog veel meer apart hotels gaan wij overnachten. Om te beginnen met een overnachting midden op het water. Er is maar één manier om bij onze slaapplek te komen en dat is met deze boot. Jeeha! Besef dat we straks midden op het water slapen. Ik ben zo benieuwd hoe deze tent er van binnen uitziet. Oké, fijn om aan te meren. Ja! Yeah. Vanaf nu is er geen weg meer terug. Daar staan we dan, midden op het water. In deze tent heb je de beschikking over een gaslamp, bekertjes, water, toiletpapier en zaagsel. Ja, hiermee moeten we de wc gaan doorspoelen. Over het toilet gesproken. Jongens, dit was echt een noodgeval, sorry. Dit is wel echt een prachtig uitzicht, moet ik zeggen. Ja, daar sta ik dan. En dan is het nu tijd voor de tent reveal. Wow. Holy shit! Dit is cute! Kom binnen, kom binnen! Oh mijn god. Dit is serieus geweldig. Besef dat dit platform nog kleiner is dan een trampoline. En wij gaan hierop overnachten. Ik vind dit veel te leuk. Het is onderhand donker aan het worden en we gaan de tent in. Maak het lampje uit. En we gaan slapen. Dit was nog maar onze eerste slaapplek. We hebben er nog 9 te gaan. Met als laatste ons bezoek aan het Mystery Hotel. We staan in het dorp voor de volgende overnachting. Jullie dachten even dat we in die kerk gingen overnachten. Gaan we dan? Ja, ik vind het echt niet leuk. Moeten we dit wel doen? Ik durf het niet. Ik ga hier toch niet overnachten. Dit is de slaapplek. Ik weet niet of jullie het horen, maar het echoot echt heel hard. Ah, leuk dat ze het in een koepel hebben gedaan. Oh mijn god. Ah, dan moet je hier gaan slapen, in een kerk. Ik kan er met mijn gedachten gewoon niet bij. Maar weet je wat ik nog het engst vind? De begraafplaats hier omheen. Ik moet zeggen, ik kom er wel een beetje tot rust. En de kerk is ook wel echt mooi. Ik vind er eerlijk gezegd niks aan. Ja, ik ook niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben een beetje... bang. Zijn er verhalen van spoken of geesten die hier zijn? Ja. Het begint nu ook echt donker te worden. Het is echt koud in de kerk. Wel rustig. Slaap lekker. Midden in het veld staat hier een joer, aangeboden door Willy. En voor de mensen die niet geloven dat hij echt Willy heet, ik sta hier met... Willy. Een joert is een tent uit Mongolië. In Mongolië zijn de mensen nomaden en van origine trekken ze steeds verder als het gras op is. Tijd om naar binnen te gaan. Ik weet eerlijk gezegd echt niet wat ik ga aantreden. We gaan naar binnen. Oké. Wie heeft dit verzonnen, man? Nu is het dus zo dat ik 4 A4'tjes heb gekregen van Willy met instructies. En dat is meestal geen goed teken. Hier een hopen van de rode bosmier. Pas op waar je gaat zitten. Kan ik nog weg? Lieve mensen. We hebben een probleem. Een serieus probleem. Het toilet staat op 30 meter van de tent. Nu klinkt dat nog niet raar. Het composttoilet staat op 30 meter van de tent. Composttoilet. Het werkt met zaagsel van onze zagerijen. Na de grote boodschap afdekken met zaagsel. Het is tijd voor een grote boodschap. Vanaf nu staat hij op bezet. Het is tijd om de camera even uit te zetten. Voor de warmte staat er een houtkachel midden in de tent. Het begint eerlijk gezegd ook best koud te worden. Dus ik wil de kachel graag aan hebben. En zoals je ziet hebben we vuur. Moet je voorstellen dat vroeger mensen echt op deze manier leefden. En dat ze echt vuur nodig hadden om te blijven overleven. Toen begon het alweer donker te worden. En dan bedoel ik ook echt heel donker. Ik ga liggen. Zo zit hij perfect. En zo ben ik klaar voor een veilige nacht. Van kamperen op de grond gaan we naar de watertoren in Zaltbommel. Serieus, wie woont er nou in Zaltbommel? Besef even dat ik daar bovenaan in dat ding slaap. En we openen de deur. Holy shit. Ze hebben hier een leuk keukentje. En als ik zo naar boven kijk, lijkt het alsof er heel veel verdiepingen zijn. En dan zijn we nu bij de master bedroom. Oh yes. Ik moet eerlijk zeggen, dit is wel echt heel speciaal. Oh mijn god. Oh shit. Dit is nou echt geweldig. Je hebt hier zo'n mooi uitzicht, dat is niet normaal. Prachtig met de zonsondergang dat ik dit nog mag meemaken in mijn YouTube carrière. Ja, ik is maar gewoon... Jongens, laten we gaan koken. Tuurlijk niet. Ik heb McDonald's gehaald. En nadat ik mijn McDonald's had opgegeten en ik even had gechilled, werd het alweer tijd om te gaan slapen. Ik sta hier momenteel in België bij een overnachting waar jullie glashard van zullen genieten.
Een glazen koepel. Ja, dit wordt insane. Als ik hier naar binnen loop, doe ik natuurlijk even mijn schoentjes uit. En dan is hier een bed. En ja, dat was het eigenlijk ook wel. Nee, grapje jongens. Je hebt een bankje met een tafeltje. Een prachtige zithoek. Mini koelkast. Een lamp. Tissues. Een badjas. Een tapijt. Vliegenmapper. Nog een lamp. Een ventilator. En ja, dat was het denk ik serieus wel echt allemaal. Deze overnachting is echt serieus heel erg vet. Vooral als je hier met je geliefde komt. Helaas zit ik hier alleen. Wat zie ik nu? De vloer is van OSB. Ik weet niet wat ik erover moet zeggen. Ik vind het echt zo vet. Ik heb gewoon een haatliefde-relatie met OSB-platen. Het klinkt echt zo gek dat we al in 5 gekke dingen hebben overnacht. En dat we nog 5 overnachtingen te gaan hebben. En het steeds maar gekker wordt. Ik vind dit sowieso al heel erg vet. Maar ook wel een beetje gek. Heerlijk dit. Dit is echt even heerlijk. Een heerlijke 38 graden. Ik heb toch zit, kan ik wel even mop vertellen? Waarom heeft een stuur een fiets? Nee, dat klopt niet. Waarom heeft de fiets een stuur? Anders moet je de bel in je hand vasthouden. Ik lig ondertussen in bed en jongens, besef dit uitzicht. Echt niet normaal dit. Ik denk dat ik er dadelijk serieus sterk kan kijken. Maar het is onderhand al 11:30 en ik ben echt nog totaal niet moe. Ik heb hier heerlijk geslapen, dus we gaan van de koepel naar een kubus. Ik heb altijd al een van deze dingen rond willen lopen. Zou alles van binnen ook vierkant zijn? Daar gaan we achter komen. Kamer 201. Ja hoor, zoals ik wel verwacht had. Alles is vierkant. De kamer is niet heel groot, maar wat ik wel moet zeggen, dit is een prachtig bed. Ik had er iets meer van verwacht. Een kubuswoning klonk wel echt al heel raar. Maar maak je klaar voor een hotelervaring die je letterlijk op de kop zal zetten. Ik heb het over het enige echte omgekeerde hotel. Of ja, dat dacht ik eigenlijk. Het blijkt dus een trechter te zijn die ze vroeger in de haven gebruikten. De schepen kwamen hier aan en pleurden alles in de trechter. En uiteindelijk kwamen hier weer vrachtwagens om het te vervoeren. En nu is het een hotel. Ik moet zeggen, ik verwacht er veel van. Deze overnachting heeft me namelijk €381 gekost. Nou, ik ben benieuwd. Alright. Holy pepperoni. Holy pepperoni. Oh! Oh, 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 oh. Deze hotelkamer heeft een flatscreen tv, een insane bed, een radio. Oh, oh. Een regendouche, een jacuzzi en zelfs een prullenbak. Ook is er deze rare portefoon waarmee ik de havenmeester kan horen. Oh, oh, oh. Ze zeiden wat. Goedenavond, horen jullie mij? Godverdamme, dat is die irritante glow movies gast. Wat nou, hoor je zelf je bek man, echt waar. Zoals jullie zien is het donker geworden. En dat betekent... slapen. Het klinkt niet per se gekker, maar deze boot is echt insane. Het heeft namelijk iets heel speciaals. Aan de buitenkant lijkt er echt niks unieks. Het lijkt gewoon een normale boot. Maar kom maar eens mee naar binnen. Voordat ik naar de speciale kamer in de boot ga, laat ik even het terras zien. Als het nu mooi weer was, had je hier zelf nog kunnen zwemmen. Maar dat is er niet en het water is echt ranzig, dus dat ga ik echt nooit doen. Ik heb wel even zin om tot rust te komen en echt even op te warmen. En dat gaat hier perfect. Blijkbaar moet ik de sauna zelf aanmaken. En nu is het een kwestie van hout opgooien. Dan doen we nu water erop gooien. Ik moet zeggen, nu het donker begint te worden, is het wel echt een vibe. Ik heb er een glas champagne en die tik in één keer achterover. Kijk eens met wat voor uitzicht ik wakker word. Kijk je meteen op het water. Heerlijk. En voordat we naar het Mystery Hotel gaan, ben ik hier diep in België voor een overnachting. In een boomhut. En wat voor één. We hebben meteen warm welkom. Dit is mijn leukste hotelovernachting ooit. Daar gaan we jongens. Oh, dit is echt fantastisch. Ik denk zelfs dat dit de mooiste boomhut is die ik ooit heb gezien. Met prachtig uitzicht. Dit kan maar één ding betekenen jongens. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat er morgen vroeg aan mijn raam eekhoorntjes en misschien wel een wasbeer komen. Dus ik hoop echt dat ik morgen een diertje ga zien. Het is tijd
om te eten. En als jullie je afvragen, Jesper, wat eet je dan in een boomhut? Lasagne uit de magnetron. Mijn fight! Oh, 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 oh. Dit gaat gruwelijk mis. Snel de hut in. Toen was het al tijd om mijn tanden te poetsen en naar bed te gaan. Welterusten. Is dat een wasbeer? Oh. Ik heb vannacht gewoon een wasbeer gezien. Ze hebben ontbijt neergezet. Oh. Helaas hebben we geen eekhoorns gezien, maar wel een wasbeer. Toen was het eindelijk tijd voor het Mystery Hotel. Namelijk in deze kraan. Ja, dit is de plek waar we gaan overnachten. Deze overnachting kost 1000 euro per nacht. En je denkt toch niet dat we dit betaald hebben? Jawel, dat hebben we dus wel. 1500 voor één nacht. We hebben namelijk allebei hoogtevrees en dit is heel hoog. Oeh, de code. En al. Oh, zit het door de binnen. De enige manier om hier naar boven te gaan is via deze lift. Jasper Weiss. Your secret suite is ready. We hebben de hoogste. Ik vind het... Wow. Dit klinkt allesbehalve goed. Kijk, we gaan echt hoog, hè. Dit is de entrance naar de room, hè. De entrance naar de room. Daar gaan we. Wow. Dit is wel crazy. Ik neem mijn woorden terug dat het 1000 euro niet waard was. Dit is het zeker waard. Gast, dit is de badkuip. Ik heb letterlijk het gevoel dat ik in een koeienbak lig. Ik moet eerlijk zeggen, het is mooi, maar wel apart. Nadat we lekker op onze hotelkamer waren uitgerust, was het voor de laatste keer tijd om lekker te gaan slapen. De laatste nacht. De laatste nacht. Welterusten. Welterusten. Ik voel me echt een hippie hier. Ja. We sluiten de video wel af met de mooiste overnachting. Dat moet ik wel zeggen. Dit is wel echt de meest unieke overnachting. En het duurste. We hebben de meest vreemdste slaapplekken gehad. Maar waar we toch echt zijn achtergekomen. Uiteindelijk slaap je het fijnst in je eigen bed.